Gemeente, we gaan een gedeelte uit Gods woord lezen. En ik hoop daar straks ook kort bij stil te staan. Afhankelijk van waar u kerkt en hoe u kerkt, komt de keuze van de schriftlezing u wel of niet vreemd voor. Ik ben al een tijdje bezig met de geschiedenissen van Jozef. En wat ik vanochtend met u wou lezen en overdenken is als het ware een uitloper van de geschiedenissen van Jozef. Ik ga met u lezen hoe dat de oude vader Jacob bericht heeft gekregen dat zijn zoon nog leeft. Had hij nooit gedacht, had hij niet eens meer op durven hopen, maar de boodschap die hij krijgt, Jozef leeft. En ik hoop dat we straks mogen ontdekken dat er nog weer wat achter ligt. Niet Jozef leeft, maar de boodschap, Jezus leeft. We lezen met elkaar Genesis 45 vanaf het 25ste vers en ik lees door in hoofdstuk 46 tot en met het 6e vers. En aansluitend zingen we twee versen van Psalm 62. Psalm 62, vers 1 en 4. Ze trokken weg uit Egypte en kwamen weer bij hun vader Jacob in het land Kanaan. Toen vertelden ze hem, Jozef leeft nog. Hij is zelfs heerser over heel het land Egypte. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar toen ze hem alle woorden overgebracht hadden die Jozef tot hem gesproken had, en toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op. En Israël zei, genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog, ik zal gaan. Ik wil hem zien voordat ik sterf. Israël brak op met alles wat hij had en hij kwam in Beersheba. Daar bracht hij offers aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak 's nachts tot Israël door visioenen en zei, Jacob, Jacob. En hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, ik ben God, de God van uw vader, wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken, want ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal met u meetrekken naar Egypte. En ik zal u ook zeker doen terugkeren. En Jozef zal uw ogen sluiten. Toen stond Jacob op en vertrok uit Beersheba. En de zonen van Israël vervoerden hun vader Jacob, hun kleine kinderen en hun vrouwen op de wagens die de farao gestuurd had om hem te vervoeren. Hun vee en hun bezittingen die ze in het land Kanaan verworven hadden namen ze mee. En ze kwamen in Egypte aan. Jacob en heel zijn nageslacht met hem. Tot zover. Gemeente, ik wil een klein ogenblik de tijd nemen ter voorbereiding op het heiligavondmaal om na te denken over het gedeelte dat ik u heb voorgelezen uit Genesis 45 en 46... waar we lezen over Jacob die de grens overgaat. We zien allereerst een Jacob voor de grens, een Jacob op de grens, aarzelend, en tenslotte toch ook een Jacob over de grens. En het zou zomaar kunnen wezen dat juist het overdenken van deze grensgang tot zegen mag zijn voor een avondmaalganger. Want ook wij zullen een grens over moeten om bij de meerdere van Jozef terecht te komen. Hart onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel. Hoop op God en wees geborgen, hij verheft die nederviel. Dat zijn een paar regels uit een berijming van Psalm 42. En ik vraag mij zo af of de oude Jacob die regels nog mee zou kunnen zingen. Hij verheft wie nederviel. Jacob, heb je er nog een beetje vertrouwen in, man? Jacob is oud geworden. Hij heeft heel wat kinderen gekregen, maar op het moment dat we hem hier ontmoeten in Genesis 45,
heeft hij geen van zijn kinderen naast zich. Hij staat daar, moederziel alleen, vleugellam geslagen voor de zoveelste keer in zijn leven te staren naar de horizon waarachter zijn kinderen zijn verdwenen. En dat heeft hem nog nooit wat goeds gebracht. De eerste keer waren zijn kinderen vertrokken naar Sichem. Had hij Jozef erachteraan gestuurd en Jozef was niet teruggekomen. Enige tijd geleden heeft hij zijn kinderen naar Egypte laten gaan. En ze zijn niet allemaal teruggekomen. En nu, gedreven door de honger, heeft Jacob opnieuw zijn kinderen en nu al zijn kinderen, ook de kleine Benjamin, naar Egypte zien vertrekken. En ik denk dat Jacob zich heeft afgevraagd hoeveel hij er ditmaal terug zou krijgen. 1, 2, 8, 9, hooguit 10 of 11. Want die 12e, van hem wist hij zeker dat hij nooit meer terug zou komen. Jozef, 22 jaar geleden, verscheurd door een wild dier. Zo zien we die oude vader naar de horizon staren. En dan ziet hij toch in de verte iets in beweging komen. De vaart zit er goed in en tot grote vreugde van deze vader ziet hij dat er niet één zoon over de horizon komt en niet twee, maar dat hij door mag tellen tot 11. 11 zonen teruggekregen. En ze komen dichterbij en dan hoort Jacob dat ze ook iets zeggen. Ze zijn iets aan het roepen en hij kan zijn oude oren niet geloven. Jozef, zeggen ze. Jozef. Jozef leeft nog. Jozef leeft nog? Ja, Jozef leeft nog. Daar zijn de broers ook pas net achter gekomen. Tot hun grote verbazing. Ze hadden het niet kunnen geloven, maar ze stonden oog in oog met dat broertje dat ze 22 jaar geleden als slaaf naar Egypte hadden verkocht. Jozef leeft nog. En nu moeten die broers het gaan vertellen aan die oude vader. Jozef leeft nog. Ja, maar hoe kan dat dan? Hij was toch gegrepen? Hij was toch verscheurd? Nee, vader. Jozef leeft nog. En we lezen dan dat de oude Jacob het maar niet kan geloven. Dat doet me denken aan wat er gebeurt in het Nieuwe Testament. Ook daar wordt het uitgeroepen. Eerst door de vrouwen die bij het graf vandaan komen. En later door de discipelen die de wereld intrekken. Jezus leeft nog! En ook daar zien we dat er bijna geen mens te vinden is die het geloven kan. Want hoe zou het? Hoe kan het? Dat iemand de dood is ingegaan en niet in de dood gebleven is. Zou het dan waar wezen? Dat er leven ligt achter de dood. Zou het dan waar wezen dat de straf op de zonde betaald is? Zou het dan waar wezen dat er iemand naar deze wereld is gekomen die alle beletselen tussen de hemel en de aarde heeft weggeruimd? Zou het kunnen? De discipelen konden het niet geloven. Thomas kon het al helemaal niet geloven. Kunt u het wel geloven? Jezus leeft. Naarmate dat u het gelooft, gaat het geloof ook doen waar het geloof voor bedoeld is. Ik zal het heel eenvoudig proberen te zeggen. Naarmate dat u er meer vertrouwen in krijgt, dat de Heiland de dood heeft overwonnen, gaat uw geloof aan kracht winnen.
Het zal u vervullen met moed. Met een diep vertrouwen. Met een bepaalde vergevingsgezindheid naar andere mensen toe. U knapt er zo van op. Naarmate dat een christen meer gaat geloven, dat de werkelijkheid van het christelijk geloof dieper in de ziel daalt, begint u ook al maar meer op te knappen en op te bloeien. En eigenlijk te worden wie dat de Heere wil dat u bent. Een nieuwe schepping. En het oude is voorbij gegaan. En ziet, het is alles nieuw geworden. Kunt u het geloven? Vanochtend zegt de heiland, als je het met je oren niet geloven kan, kom het dan maar proeven. Als het door je oren niet naar binnen wil, doe je mond wijd open en ik zal hem vervullen. Proef en zie. Hij leeft. Jacob kan het niet geloven, maar hij zegt, als ik het nou zie, dan zal ik het geloven. Genoeg, zegt hij. Ik zal hem zien, eer dat ik sterf. En dan zien we die oude Jacob in de wagen van Jozef klimmen. Manklopend, weet u wel, dat heeft hij toen opgelopen, toen met zijn godsontmoeting. Hij loopt niet meer zo best. Hij wordt op de kar gezet en wordt gebracht eerst naar Beersheba. Dat is de uiterste zuidgrens van het Heilige Land. En daar op de grens, en dan zijn we ook in onze tweede gedachte, daar op de grens gaat Jacob halt houden. Wij zouden zeggen, man, rijd toch door, je bent nu halverwege. Zet die lijn voort en wacht niet totdat je Jozef in je armen hebt gesloten. Maar Jacob houdt halt. Want mag het wel? Kan het wel? Hij besluit een offer te gaan brengen. En dan staat er nadrukkelijk bij dat hij offert aan de God van zijn vader. De God ook van zijn grootvader, dat begrijpt u. En ik heb u wel eens uitgelegd dat er hier voor Jacob een bepaalde spanning ligt. Want grootvader Abraham was eens naar Egypte gegaan en dat was niet best afgelopen. Want de farao had zijn oog laten vallen op Sara. En bijna had hem dat zijn huwelijk gekost en de toekomst van de belofte. Zijn vader Isaac had in tijden van honger ook de reis willen maken naar Egypte. En toen had de Heere tegen Isaac gezegd, Isaac, ik snap dat je honger hebt, maar je blijft hier. Jij gaat niet naar Egypte. En nu staat Jacob op het punt om nou net wel naar Egypte te gaan in tijden van honger. En hij begint te worstelen en hij denkt, kan het wel en mag het wel? En het is een worsteling ook tussen ongeloof en geloof. We zien dat uitgetekend in vers 27 en 28. De oude mens, de nieuwe mens, het gaat eerst over Jacob die het niet geloven kan. En dan zegt Israël, hè, dat is de nieuwe naam van Jacob. Israël zei, genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan, ik wil hem zien voordat ik sterf. Die spanning. Niet kunnen en toch moeten. Niet mogen en toch geroepen worden. Het is een spanning die we opnieuw ook in het Nieuwe Testament tegenkomen. De tijd ontbreekt me om dat uit te werken, maar als het evangelie naar de volkeren moet, buiten Israël, dan zitten de discipelen daar ook mee te worstelen. Mag dat wel? Mogen we nou de grens van het beloofde land overgaan om ook buiten Israël de blijde boodschap te verkondigen? En dan horen we hoe dat Jezus zelf tegen ze zegt, ga heen, ga maar doen, onderwijs al de volken. Ga ze dopen in de naam des Vaders, Zoons en des Heilige Geestes. Zie, ik ben met u. Al de dagen tot aan de voleinding van deze wereld. We zien het hier ook. Jacob worstelt en hij strijdt, mag het wel. En dan zegt de Heere, wees niet bevreesd, Jacob. Ga het maar doen. Want ik zal u daar tot een groot volk maken. En als God dan zegt, ik zal met u meetrekken naar Egypte, dan kan Jacob ook gaan. Dan kan hij gaan. Als hij zijn God moest achterlaten in het beloofde land, had Jacob niet naar zijn Jozef gekund.
Maar nu dat God zegt, ik ga met je mee. Ik was niet alleen hier thuis, jouw God. Ik zal het ook in Egypte land zijn. Dan kan Jacob ook de woestijn in. En dan kan hij straks ook Egypte land in. En daar, in dat vreemde land, zal hij ontdekken dat de God van thuis ook de God van Egypte voor hem zal wezen. Ik dacht, misschien zit er hier ook nog wel eentje in de kerk die ook niet zo goed weet of dat hij de grens nou over mag of niet. Is er plaats aan de tafel van Jezus? Nou, laat ik het zo zeggen, heel voorzichtig, als u zich enigermate herkennen kunt in die strijd van binnen tussen de oude Jacob en de nieuwe Jacob, tussen Jacob en Israël, als je er iets van herkent, zo'n twee mensen te zijn, het oude, maar ook het nieuwe dat je van boven geschonken is, als dat het is, dan kan de spanning wel hoog oplopen. En dan kom je je onwaardigheid wel in te leven. En dan kan het van jouw kant niet. Maar als de Heere zegt, ja, maar ik zal met je zijn. Het gaat ook niet om jou, het gaat erom dat ik met jou meega. Dan kan het wel. En dan is er plaats aan de tafel van de meerdere van Jozef. Niet omdat u zo best bent, maar omdat Jozef zijn armen naar u heeft uitgespreid. En dat is ook wat we in onze laatste gedachten zien. Als Jacob eenmaal de grens over is, ja, dan gaat hij de woestijn in. En gaat hij het land van de dood tegemoet, het land van de verdrukking, het land van de slavernij. Maar het gaat wel. Staat Jacob op eigen benen? Nee. Hij heeft niet naar Egypteland toe moeten hinken. Daar heeft Jozef zelf voor gezorgd. Jozef heeft een wagen naar hem toegestuurd en tegen zijn vader gezegd, neem plaats. Je kunt jezelf er niet brengen, maar ik breng jou waar je wezen moet. Jacob heeft als hoogste verwachting dat hij misschien zijn Jozef nog gaat zien. Hij zegt, ik moet hem zien en dan kan ik sterven. Maar gemeente, Jacob krijgt zoveel meer dan dat hij had verwacht. Zoveel meer dan alleen zien vanuit de verte, want straks dan komt hij bij Jozef. En de oude vader kan zijn ogen niet geloven, maar Jozef komt van zijn troon af en komt hem tegemoet. Zoals eens die vader uit de gelijkenis van de verloren zoon. En hij slaat zijn oude vader in zijn armen. Hij sluit hem in zijn armen. Jacob dacht, als ik hem nou maar mag zien. En Jozef komt naar hem toe. Omhelst zijn vader, weent aan zijn hals. Straks krijgt hij een plaats om te wonen. En hij krijgt 17 jaren tijd van leven erbij. Precies de tijd die hij ook voor de verdwijning van Jozef had gehad. Hij krijgt de hele Jozef terug. En daar ligt een laatste lijn naar de avondmaalstafel. Wat verwacht u eigenlijk? Misschien verwachten we er veel te weinig van. Blijven we toch steken bij de uiterlijke tekenen van brood en wijn. Gemeente, genade is zoveel rijker dan dat u begrijpen kunt. En de liefde van deze Jezus die achter Jozef staat is zoveel groter dan u begrijpen kunt. Kom, zegt Jozef. Kom tot mij. Kom, zegt Jezus. Kom tot mij, want alle dingen zijn gereed. Amen.